Dan gaan we nu even met twee economen praten over iets wat ook belangrijk en misschien iets minder emotioneel beladen is. Namelijk de gesprekken in het Katshuis en hun voorstellen. Beide economen verbonden aan de Partij van de Arbeid. Is dat nog steeds zo of niet? Ja, mijn contributie wordt elke maand betaald. Contributie wordt nog steeds betaald. Geldt dat ik voor betaal mijn contributie ook nog steeds, ja. Ja, oké. Okay. De voorstellen die u heeft, zijn dat typische PvdA-voorstellen? Of zegt u, wij zijn toch iets losgezongen? Niet losgezongen, we zijn onafhankelijke economen. Ja. Dus wij kijken gewoon naar de economie. Wat heeft u voor ogen? Wat moet er bereikt worden met de voorstellen waar u mee komt? Nou, in de eerste plaats hebben we natuurlijk gekeken naar andere landen. We hebben gekeken hoe het buitenland het doet. Je kan daar kun je van leren. En tegelijkertijd weet iedereen in dit land dat als je fors bezuinigt, dat het schadelijk is voor de economie. Dus we hebben gezocht naar zodanige bezuinigingen dat we de economie zo weinig mogelijk schade toebrengen. Maar het kabinet heeft zich al uiteindelijk vastgeketend aan Europa. Heeft zo op de poot gespeeld in Europa, over die 3%, dat het kabinet bijna niet los kan van die 3%. En bent u bij uw gesprek en berekeningen uitgegaan dat die 3% gehaald moet worden? Ja. Ja, natuurlijk. Ja, als het kabinet zich zo vastlegt, de politieke realiteit wil dat het kabinet uiteindelijk niet onderuit kan. Ja. Dat is onverstandig overigens. Maar goed, we hebben er niet bij gezeten. Er spelen er drie dingen bij die economische beschouwing. Eén is bezuinigen. Ja. Twee, hervormen. Dat heeft dan dat structurele karakter. En drie, het belastingmiddel, hoe je dat inzet. Ja. Wie gaat welk gedeelte in uw college... Nou, wij gaan het combineren. We hebben vroeger wel samen college gegeven. Dat ging altijd fout. Oké. Okay. Maar we probeerden het wel toen. Vuigels nu al. Ja, dat dacht ik al. Wie begint er? Rick begint eventjes. Ja. En dan eventjes. En ik ga erbij staan. Ja. En dan gaan we samen rekenen. Staan, ja. Zal ik beneden gaan? Jij beneden, ik even kan. Daar gaan we. We zijn weer dezelfde al. Kijk, goed. Waar het om gaat is dat... Het gaat slecht en de economie heb ik niet nodig. En dat financieringstekort is nu van 3% naar 4,5%. Om dat weer op orde te krijgen, zal er 9 à 12 miljard bezuinigd moeten worden. Wij gaan nu een aantal voorstellen geven die meer dan dat leven. Dus het kabinet kan eruit kiezen. Dat heeft ook politieke redenen. Of je wat meer linkser of wat rechtser ingesteld bent, dan doe je keuze misschien ietsje anders. Maar hier zijn een aantal dingen die in ieder geval moeten gebeuren. Er is geen land ter wereld waar de bevoordeling van het eigen huis zo roekeloos en zo waanzinnig gebeurt als in Nederland. Ik heb het over de hypotheekrenteaftrek, die er vooral toe leidt dat mensen onnodig risico nemen. Een heel groot gedeelte van de hypotheken worden nooit afgelost. Worden alleen maar rente betaald. Leidt dat mensen veel te veel lenen. En dat draagt ook bij aan de financiële instabiliteit van Nederland. Daar moet als eerste wat aan gebeuren. Wat levert dat op, Willem? Nou, in de eerste plaats, we zitten al bijna op 650 miljard aan schulden. Dus er moet echt wat gebeuren. Als je hier gaat hervormen, het eerste jaar 2013 weinig. Maar als je de komende jaren kijkt, dan mag je ongeveer 4 miljard inboeken. Dus dan gaat al die fiscale windhandel gaat weg. Eruit. En daarmee knijp je de economie niet af. In feite maakt de economie ermee sterker. Tweede wat moet gebeuren, daar loopt Nederland echt achter... vergeleken met Groot-Brittannië of vergeleken met West-Duitsland... is dat we leven allemaal langer. Elke 10 jaar leven we een jaar langer. Sinds de Tweede Wereldoorlog. Vroeger ging je op je 66 ging je dood, bij wijze van spreken. Nu leef je tot je 80 bent. Dus het idee is dat die pensioenleeftijd gewoon elk jaar met 2 maanden verhoogd wordt. Dat betekent dat we in een aantal jaren gaan we niet naar 66, maar naar 67, in 2030 naar 68 jaar. Wat levert dat ongeveer op, Willem? Nou, twee voordelen. De eerste twee voordelen, ja, ik reken ik altijd. Weet het wel. Ja, graag. Ik moet altijd rekenen van hem. Ja. Globaal ongeveer 4 miljard. Het heeft ook nog een ander voordeel. De arbeidsmarkt wordt wat ruimer. Het heeft twee voordelen. Ruimer arbeidsmarkt en ongeveer 4 miljard voor de schatkist op lange termijn. Dus voor de concurrentiekracht van Nederland, alle modellen wijzen op elkaar, is absoluut essentieel. Ja. Want er gaan meer mensen werken en minder mensen afhankelijk van een uitkering, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Daardoor wordt de economie veel sterker. Wat ook belangrijk is voor de economie, dat vinden sommige mensen moeilijk, is voor de jongere mensen in de economie. Veel van de werkeloosheid is geconcentreerd onder jongere mensen. En die, omdat we zo'n sterke bescherming hebben van het ontslagrecht... en dat de WW eigenlijk ook vrij lang is, meer dan 3 jaar... En in andere landen is het ongeveer een jaar... Komen jongeren eigenlijk amper aan de bak. Dus één ding wat we willen is dat ook de arbeidsmarkt... moderner gemaakt wordt en hervormd wordt. Wat levert dat op, Willem? Dit levert, normaal zou het opleveren 2 miljard. Dat moet je niet doen, dat is veel te scherp. Je kan ongeveer 1 miljard inboeken en die andere miljard zou je uiteindelijk ook kunnen gebruiken voor extra scholing, begeleiding, training van mensen. Dat is goed cruciaal. Dat is cruciaal. Goed voor de arbeidsmarkt. Dus het levert 1 miljard op waarvan en 1 miljard kan dan gebruikt worden voor extra training en scholing van met name de jongste mensen. Ja. Dan het laatste punt, dat Willem dat laatste punt 5 behandelt, is de gezondheidszorg. De gezondheidszorg is ons heel veel waard.
En dat is iedereen heel veel waard. Die wordt steeds duurder voor allerlei redenen. Eén is de vergrijzing van de economie, wordt allemaal ouder. En de tweede, doordat veel meer mogelijk is. Wij willen eigenlijk een beroep doen op de mensen die, die het rijkst zijn in de samenleving, die de hoogste inkomens hebben, dat die wat meer in eigen bijdrage betalen. Voor Jan Modaal gebeurt er niets. Desalniettemin kan je met zo'n maatregel kan je ook weer een paar miljard ophalen. Als je op korte termijn, als je zeg maar kijkt naar hoger bijdragen voor de hoogste inkomens, hoger eigen risico's, dan kom je ongeveer zo'n 2 miljard uit voor 2013. Maar tegelijkertijd moet je ook voor de jaren erop moet je de gezondheidszorg hervormen. Want die loopt van 75 miljard op naar 85 miljard. Dat moeten we met z'n allen betalen. De gezondheidszorg is ook efficiënter. Je moet veel meer kijken naar gezondheidsbescherming. Veel meer doen aan zeg maar, preventie. Dat doen we veel te weinig in Nederland. Andere landen doen het een stuk beter. En uiteindelijk kun je ook de bureaucratie en de managementlaag in de gezondheidszorg kun je daaruit snijden. En vervolgens ook een aantal gezondheidscentra concentreren. En dan het laatste. Kijk, wat Nederland heel weinig doet. Nederland doet weinig vernieuwing. Onze maakindustrie is bijna weg. En wij moeten nieuwe dingen gaan verzinnen. Als wij geld willen verdienen op de wereldmarkt, moeten we met iets nieuws komen. Nou, wat willen wij? Nederland moet internetland worden. We hebben een jeugd die fantastisch is op het terrein van internet. Onze jeugd is multitasking. We hebben de beste internetjeugd van de wereld. Moeten we gebruik van maken. Dus we beginnen met het digitaal onderwijs. Boeken weg. We beginnen op school. En dat betekent ook tegelijkertijd nieuwe bedrijvigheid in dit land. En dat levert nieuwe economie op. Dus ook nadenken over de toekomst. Wat levert dat op, Rick? Als je dit al... als je naar het hele plaatje kijkt, 4 miljard voor dat, voor de pensioenleeftijd, 1 miljard zijn voor de arbeidsmarkt, 1 of 2 miljard voor de gezondheidszorg. Dit mag wat geld kosten. Dit levert heel veel geld op lange termijn. Hier heb je al bij elkaar 10 miljard. Mooi, dus genoteerd. Dat is heel goed. Genoteerd. Nu komen er wat meer dingen, bezuinigingen, die zijn voor ons wat minder belangrijk. Maar als je niet durft te hervormen, dan moet je meer gaan bezuinigen en dat is dan vervelend. Ik zou liefst het gros uit het eerste plaatje willen hebben. Als je laf bent, want het kabinet is tot nu toe laf geweest, heeft niet durven verantwoordelijkheid te nemen, dan moet je gaan denken over bezuinigingen. Willem, doe er eens een paar. Doe er eens een paar. Er is de beul Willem nu. Dus we zijn niet allemaal het eens, maar dit zou kunnen, maar dit is nog niet onze voorkeur. In Engeland doen ze dat zo.